Een nieuwe week, een nieuwe Gamersnet Gear. En dat is natuurlijk de plek waar we iedere week de laatste tech, gadgets en gear bespreken. En deze week de Stratus XL van SteelSeries. Een controller. Een draadloze controller voor je iPhone, Android en Windows. En laten we daar meteen even mee beginnen. Laten we daar echt mee beginnen? Zullen we niet gewoon vertellen dat het gewoon best wel een goede controller is? Ik wou eigenlijk meteen inhaken op het feit dat dit niet voor iedereen geschikt is, want het werkt niet met een kabeltje. Het is alleen draadloos. Ja, ik ben ongelooflijk kwaad daarover. Ik vind dat belachelijk ook. Ik ook. Ik nam dit ding mee naar huis, pompiedompiedom. Ja, moet Bluetooth hebben. Wie heeft de Bluetooth in zijn PC? Dus ik denk, nou, test het op mijn Mac. Nee, het is alleen Android en Windows. Dus deze controller is voor je iPad. Als je dat gebruikt met een controller, wat al eigenlijk belachelijk is. Sorry als je het wel doet, maar je staat gewoon voor lul in de trein. En ten tweede, ja. En ten tweede dan voor een laptop. Oké, nou, dat is dan handig. Maar het is echt, wat kost het? For fucking sake om hier gewoon een gaatje in te boren en daar een micro USB in te doen. Dan kan iedereen genieten van deze controller die op zich lekker in de hand ligt. Knoppen zijn in principe goed, maar what the fuck, je snijdt gewoon driekwart van je doelgroep weg. Echt serieus, een micro USB kabeltje had echt een heleboel verholpen, want dan zou die ook kunnen werken zonder batterijen. Maar nee, dan moeten volgens mij twee AA batterijen in en dan moet het allemaal met Bluetooth werken. En ik weet dat er zijn mensen met Bluetooth in hun desktop, of die hebben een adapter voor natuurlijk. Maar dat is ook hartstikke goed als je het hebt. Maar alleen, waarom, ja. Wat kost het extra? In god, want daarmee specificeert zich dit wel weer heel erg voor de mobiele gamer, weet je. Het is Bluetooth, dus het kan overal op aangesloten worden op mijn laptopje en op mijn iPadje. Dan hadden ze ook reclame kunnen maken als er wel een snoertje in kan. Ja. Nee, inderdaad. Ik vind het een beetje een draadloze ding. Plus, dan je elimineert natuurlijk iedereen die zichzelf een beetje e-sporter vindt met een controller. Want die heeft iets van, ja, Bluetooth, dat is niet betrouwbaar en dat gaat langzamer dan met een kabeltje. Dus ik hoef dit niet te hebben. Ja. Terwijl het in wezen is het, je hebt wel gelijk. Het ligt goed in de hand. Het heeft een beetje die... Ik heb hem het toch lijkt echt onwijs op een Xbox One controller, ja, laten we eerlijk zijn. Dat wou ik dus echt net zeggen. Het heeft een beetje die Xbox 360, Xbox One controller vibe. Behalve dan natuurlijk de analoge sticks, want die zijn dan meer PlayStation-ish. Ja, en de plekken zijn verkeerd om of goed, wat je wil. Maar in ieder geval, de thumbsticks zitten tegen elkaar aan. Ja. En we hadden, dus verder, hij ligt heel lekker in de hand. Hij is super robuust. De knoppen werken fantastisch. Zelfs het klik is fijn, alleen de triggers, daar waren we nog niet zo over te spreken. Nee, maar heel plastic. Best wel, ja, ze geven niet zo. Maar dat is nog niet eens zoveel kritiek. Weet je, dat is gewoon ook een kwestie van wennen en natuurlijk jammer, maar het ligt gewoon goed in de hand en het is de robuuste. Alleen, ja, dat fucking kabeltje. Nee, ik moet wel zeggen, als je een beetje, hij voelt in alles dus best wel robuust aan inderdaad, behalve dan dat hele grijze topstuk. Want daarin zitten die bumpers en die knopjes en dat SteelSeries logo, het is allemaal plastic. Vind ik iets minder. Zelfs de scharnieren die erin zitten zijn van plastic. Dat kun je gewoon zien als je ze indrukt. Dan zie je gewoon van, wauw, het zijn plastic scharniertjes. En dat voelt als je heel veel met controles speelt en je kent een heleboel controles, dan denk je van, dit voelt toch wel iets... Net iets minder dan die knoppen en die sticks aan die voor de rest allemaal wel prima functioneren. Hij is 60 euro, hè? Hij is wel 60 euro en daarmee vind ik hem eigenlijk... Te duur. Ja, te duur inderdaad. En vind ik wel hoor. Vooral als je hem dan ook niet aan kan sluiten met gewoon een USB'tje. Ja, dat is echt... Je zou voor 50 euro kun je een Xbox One controller kopen. USB'tje erin, klaar. Dan heb je hem ook. Dan kun je hem ook onderweg gebruiken. Dan is hij misschien niet voor je iPhone of Android beschikbaar. Maar... Kun je hem dan onderweg gebruiken? Dan heb je toch weer een dingetje voor nodig. Om een draadloos... Nee, je kunt toch gewoon een kabeltje. Ja, maar niet in je iPad. Nee, maar dat zeg ik. Ik kan niet op iPhone of Android, nee, maar ja, serieus, welke zelfrespecterende gamer speelt er nou op iPhone? Ik heb dat ook nog nooit gezien, dat mensen dat doen. Doe je dat? Reageer even als je nog durft. Ja, Clash of Clans hiermee doen, wauw. Tiny Death Star met, met de controller. Super secure Angry Birds spelen. Overigens is hij op PC wel iets leuker omdat je hem daarom kan tweaken. Want dan heb je natuurlijk de SteelSeries Engine 3 en dan mag je dus wel de dead zones instellen van de triggers en de sensitivity. En echt zeggen van, nou ja, hier moet hij stoppen of ik wil X en Y omdraaien. Dus wat dat betreft kun je hem nog best wel wat tweaken. Maar het zit heel erg raar tussen mobiel en desktop gebruiker in. Dus ik zou dan liever gaan voor een volop mobiele controller of een volop controller voor de degelijke e-sports gamer of zo met een PC. Oké. De Samap, een degelijke controller, ligt goed in de hand, is stevig, behalve de schouderknoppen, die zijn eventjes wat minder en wat plastic. En het is eigenlijk belachelijk dat je deze controller alleen maar via Bluetooth kan aansluiten. Voor 60 euro. Voor 60 euro. Voor 60 euro.
dus micro-USB'tjes, SteelSeries, vergeet ze niet. Ze bestaan gewoon. Wat zullen die dingen kosten als je inkoopt in Korea? Ik denk als je die uit Noord-Korea sowieso geen drol. Nee. Maar dan zijn ze glorieus. Zo, ja. Maar wat zal het zijn? Wat zal zal het echt serieus 2 euro meer kosten? Ik denk het zoiets. 2 euro, voor, denk ik. Nou, voor 62 euro is dit een fantastisch controle. Ja, nou, in ieder geval wel beter. Ja. Komt hij op terug? Het is geen boemerang, hè? Dat was met de PlayStation. Die had ik best wel... Die PlayStation 3, die had de eerste... Ja. Een banaan. Dat was echt een banaan, ja. Hadden ze echt voor moeten gaan. Lieve kijker, leuk dat je gekeken hebt naar de Gamersnet Gear, waar Peter en ik de Stratus XL behandelen. Hey, als je de video leuk vond, laat even weten wat je ervan vond, of je dit een leuk ding lijkt. Je mag het ons allemaal vertellen, reageren is gratis, hè. En laat een likeje achter als je de Gamersnet Gear vet vond en wil dat er vaker verschijnt op YouTube. Dus hey, je kunt ons ook nog altijd volgen op YouTube, we hebben een leuk kanaal, er staan allerlei van dit soort dingen op. En we doen meer dan alleen Gamersnet Gear, er komt natuurlijk ook een heleboel meer van Gamersnet Gear aan. Bijvoorbeeld ook dat we binnenkort de Rival 100, een leuke gamingmuis van SteelSeries, niet alleen reviewen, maar ook weggeven. Dus let erop, er komt een giveaway van een keidikke gamingmuis. Moet je gamers net even in de gaten houden. We geven hem ook weg op YouTube, dus volg ons, abonneer die shit. Twitter, Facebook, je weet het, je vindt het hier allemaal onder en je kunt mij aanklikken, jongen. Dan kom je op plekken, dat wil je niet weten. Maar serieus, laat even iets van je horen, laat een likeje achter, abonneer. En hey, binnenkort allemaal dikke giveaways, dikke acties, nog meer gamers net hier. Allemaal voor jou. Voor jou. Voor jou, man. Jij. Leuk, man.